Mega winst voor de Action. Over hoeveel miljarden hebben we het? Nou, we hebben het over tussen de 1 en de 1,2 miljard, zoals het er nu uitziet. Dus ja, dat is wel even iets opvallends. Mensen willen graag heel veel goedkope spullen kopen. En ja, daar voorziet Action gewoon heel goed in. En daar komt bij natuurlijk dat ze nu inmiddels in 11 landen zitten. Ze zijn heel hard gegroeid, bijna 2300 winkels. Dus ja, dan haal je ook al wel gauw een hele hoop omzet. Komen jullie vaak bij de Action? Ja, bijna elke dag. Oh ja? Ja, ik ook. Ik kom er heel vaak, ja. Okay. En wat haalt u dan zoal? Ja, meestal voor de tuin. Make-up, sieraden, elastiekjes, allemaal ook snoep en zo. Toiletpapier en printpapier voor de printer. Maar toiletpapier kunt u ook bij de Albert Heijn halen, toch? Bij de Albert Heijn. Oh. Nee, dat is niet mijn winkel. Okay. Of een andere supermarkt? Ja, nou, volgens mij is het hier bij de Action aardig goedkoop. Dus, Bij de HEMA is het echt misschien voor pennen. Heb je voor 4 euro en dan heb je maar een paar pennen. En hier heb je 20 pennen voor 1,50 euro. Die kan je niet bij de HEMA halen, dat ik dan ophaal, want ik heb hier een ding. Ja, ik weet dat ik reclame mag maken, maar dit is Action. Zoals je ziet, wat verf voor een brommer die ik moet repareren en een gereedschapskist voor mijn vader. Okay. Ja. Maar daar heb je toch speciale winkels voor dit soort spullen? Ja, de Action. Ja. Ja, of ik koop hem hier voor 8 euro of ik koop zo'n box bij de Hubo voor 30. Ik hou niet van die andere winkels allemaal. Wat is er dan met die andere winkels? Ja, die zijn veel duurder en die hebben niet altijd alles. En dan staan ze met zo'n gezicht naar je te kijken en moeten dan mee hebben. Oh ja? Nou. Bij de Action zijn ze wat vriendelijker? Ja, ze zijn hele aardige mensen. Je gaat er altijd even heen te kijken. Oké. Okay. Ja. Dus het is ook gewoon een uitje eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. En heeft dat dan iets te maken met de inflatie, dat u nu vaker naar de Action gaat dan bijvoorbeeld bij de HEMA? Ja, zeker weten. Ja, helemaal mee eens, ja. Gewoon omdat u wat minder te besteden heeft dan maar naar de Action. Ja, klopt. Ja, dan maar naar de Action, ja. Hier zit ook nog wel een bepaald risico aan naar de toekomst. Want bijvoorbeeld Frans Timmermans is in Europa wel bezig om te gaan zeggen van, weet je, we moeten duurzamere spullen hebben en die moeten vaker gerepareerd kunnen worden. En we willen met z'n allen toch wel een beetje af van het enorme grondstoffenverbruik. Dus ja, daar zie ik nog wel in de toekomst een rem ontstaan op bedrijven als Action. Maar voorlopig willen we gewoon met z'n allen graag heel veel spullen kopen voor waardig geld. Ja, omdat het zo goedkoop is, hè? Dat is hartstikke goed, man. Veel mensen hebben het natuurlijk tegenwoordig over duurzaam, dat producten duurzaam moeten zijn. Zijn de producten bij de Action een beetje duurzaam, denkt u? Nou, dat denk ik niet. Ik koop nou niet echt van die prullaria. Van zeg maar 2 weken neerzetten en dan weer in de prullenbak gooien. Nou, die spullen die ik koop zijn niet duurzaam. Nee, dat klopt. Daar maak ik me wel schuldig aan. Ja. Het moet echt wel een beetje duurzaam zijn. Dus dingen die je echt normaal goed kan gebruiken. Maar gewoon het toiletpapier, dat spoel je toch weg. Dus dat kan prima. Maar je hebt het wel nodig, hè? Ja, juist. Wat kunnen andere winkels dan leren van de Action nu? Heel goed luisteren naar je klanten. Heel goed kijken wat die graag bij jou willen kopen. En dat ook massaal aanbieden voor een hele scherpe prijs.